het eerste exemplaar zal ik je toch nog even willen hebben. Wij hebben overhandigd aan de raad, en met name de raadsleden dus, een enquête zoals die opgesteld is door ons en gehouden. Maar naar de woningbehoeften in, zeg maar in het voormalige gemeente Niedorp. Raadsleden, college en overige aanwezigen, goedenavond. De conclusie is dat de raadsleden die moeten zoeken naar nieuwe locaties, want onze locaties zijn vol, dat er dus opnieuw gebouwd kan worden. Er is namelijk een ruimtegebrek voor het behoud van de leefbaarheid van onze dorpen. Waarom is het belangrijk dat de gemeenteraad daar nu mee aan de gang gaat? Nou, uiteindelijk ligt die vraag daar. We hebben van de 500 hebben er 60% gezegd dat ze binnen 10 jaar, en daar was ook een vraag bij tot 2 jaar zeg maar, dat ze nieuwe woningen zoeken. En ja, je moet die driver inhouden dat er nieuwe woningen kunnen blijven, want daarmee hou je ook vast dat de leefbaarheid van je dorp gewaarborgd blijft. Als je alle soorten leeftijd aanwezig is, daarmee behoud je de leefbaarheid in stand en worden de verenigingen en alles wat erbij hoort, ja, blijft het draaien. Politiek, is dit ook het moment om dit naar voren te brengen? Ja, dit is het goede moment. Onze raad moet weer een programma aanleveren, zeg maar. Dus daarvoor hebben we op dit moment ingeschakeld dat wij dat als bewoners van onderuit kunnen aanleveren, dat die behoefte er leeft. En ten tweede komen de provinciale verkiezingen komen eraan. En daarin is een heel belangrijk punt dat onze provincie is in de visie omgeving Noord-Holland 2050 erg gefocust op Amsterdam. Maar wij zijn Amsterdam boven het IJ. En ook hier moet gebouwd worden om de leefbaarheid in stand te houden. Dus er moet gewoon ruimte komen om dat te kunnen doen. Dan moet ik nogmaals zeggen dat de bal vanaf heden bij u ligt als raad. Want wij als inwoners verwachten dat er wat gaat gebeuren.